en welkom bij Nedernerd, jongens. Welkom. We zijn weer terug bij Pokémon Sun. Ja. En we hebben Solgaleo vrijgespeeld. Vrijgespeeld. Hij heeft ons geholpen om ons naar die Ultra Space te brengen. Inderdaad. We zitten nu in een totaal andere dimensie. Ja, in een totale nieuwe wereld. Een ander weg dan voorheen. Inderdaad. Oh, en zoals je ziet... Ik dacht even dat de trainers stonden, man. Nee, dat is Lily. Dat is Lily. Ze is nog geen trainer, jongens. Oh, nee, wacht. Oh my god. Gusma. Die was natuurlijk meegezogen in die wormhole. Are you shitting me? Dacht ik dat ik eindelijk van hem af was? Hij ziet er crazy uit. You're stupid. Oh shit. We gaan dus weer vechten tegen hem, zeker of niet? Ik weet niet. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat we weer moeten vechten. How in the world did you even get to this place? I've got no idea how you did it, but here you are. Yep. Dat is zeker waar. It's all dark here. I've got no clue what's going on, but there's beasts everywhere. I tried to catch one of those things. Uh-oh. Oh shit. Flashback. Oh shit. Oh my god. Dat zijn al die gekke beestjes op Lily lijken. Ja, inderdaad. Allemaal lilies. Ja. Oh, hij loopt er doorheen. What the hell? Oh, ze kunnen teleporteren of zo. Dat is echt wel vreemd. Dat is ook rare beesten. Het lijkt ook op de... Op de een of andere manier lijkt het ook op jellyfishes. Ja, inderdaad. Lijkt op een grote inktvis. Uit SpongeBob, jellyfishes. De kwallenvissen. Ja. Kwallenvangen. But it possessed me. Oh, shit. And that's when it happened. My body, my mind, they started running wild. And I couldn't do anything about it. Hmm. Oh, shit. Hij is helemaal gek dus, blijkbaar. Oh, jezus. It was like I became somebody else. And I finally felt what fear feels like. It was terrifying. Nou, nu pas. Heeft u nog nooit een spin gezien of zo? Ik ben bang voor spinnen, jongens. Ik kan echt niet bij mij mee aankomen. I may be the team's goal boss, and I've never been scared of nothing or nobody, but that lady, she's on another level. She's way far gone. Ja, dat had wel gemerkt. Ja, inderdaad. She's lost her mind over these ultra beasts. There's no talking to her, no reasoning with her. She's just gone. De moeder van Lily is dus helemaal gek geworden, jongens. Helemaal cray cray. That doesn't change anything. I still have to go. Oké, ze moet nog steeds naar de moeder natuurlijk. Want ze wil die moeder gewoon weer terughalen naar de normale zelf. Begrijp ik ook En dat wel. Gaan we gewoon, helpen. Weet je? Ik zie daar al een shit. Zeven? Oh, oeps. Ik was een beetje laat, jongens. Maakt niet uit. Hij save natuurlijk automatisch als je daar komt. Of zo. Ik weet het niet, eigenlijk. Oh shit, jongens. Oh, my god. Dear. Ik vind ze eigenlijk echt eng. Ze zijn een beetje... Het zijn gewoon aliens eigenlijk natuurlijk. Ja. En ze komen allemaal bij elkaar. Het ziet er zo raar uit. En ze verdwijnen allemaal weer. Ja, allemaal lilies. Ja, ik weet niet. Het lijken meer op kwallenvissen inderdaad. Oh shit. Ze ziet er eng uit. Look at it. The world of my ultra beasts. A world where the only thing that exists is the love between Nihiligio and myself. Ik weet niet wie dat is. Geen idee. Ik denk dat beest. Zo is ze vast genoemd of zo. Ja, zou kunnen. So beautiful. So precious. This is the real paradise. Nou, ik heb een paradijs heel anders in mijn hoofd. Ja, inderdaad. Maar... Oh shit, ze is echt helemaal gek. And yet you. Why must you continue to pester me? I am sick of you. Sick through and through. Jesus. Who told you that you could come here to the perfect, beautiful world of my beasts and me? Ja, niemand eigenlijk. Solgaleo heeft ons hierheen gebracht, dus ja. Think about what you're saying. What about Mr. Gusma? Don't you care what happens to him? Nou, blijkbaar niet. Ze is helemaal gek geworden. Ze denkt alleen aan zichzelf. Ja, dat is een ding dat zeker is. En de Ultra Beast. En de Ultra Beast, zeker. Just leave. I don't need you here. Leuk als je moeder dat tegen je zegt. I don't need you any longer. Nee, die moeder is echt helemaal van padje af, jongens. Okay, look around you. Look at this beautiful world that I finally come to. You want me to go back to that world? That what you've come to bother me for? Yeah, that's inderdaad. Even you cannot be that stupid. Nou? Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Volgens mij is ze niet meer te redden. Wat denken jullie? Laat het even in de comments weten, jongens. You always do that. It's just like that. Like it was back at Aether Paradise. Only thinking of yourself and what you want. What? And why shouldn't I? Oh shit, er gaat echt iets gebeuren, jongens. Er wordt een battle met een Ultra Beast, denk ik. I can live here in a world filled with the only things that I love. And I will live here. Het is echt freaky. Het zijn net geesten. Ja.
Een soort van spookbeesten. I don't care if you are my child or not. I don't care if you were loyal to me or not. Wow. I don't care if the rarest Pokémon there is in the world or not. If you are the rarest Pokémon. What? Nou, we zijn gelukkig geen Pokémon. Nee. If you're not beautiful enough to be worthy of my love, then I don't need you. What? Oeh, dikke battle, jongens. Ze zegt gewoon dat Get Lily fight. Lelijk is. Dit wordt echt wat. That's right. All I need to exist in the world are the things that I want to have with me. Everything else is just a bother to me. Okay, ze is echt... What? Ze is boos. I'm the only one who is sick of you. I'm the one who is sick of you, mother. Oh, snap. Children are not just things that belong to their parents. Pokémon are not just things that a trainer can do whatever they want to. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ze heeft helemaal gelijk. Ik heb haar nooit zo boos gezien. Nee, inderdaad. I am alive. Cosmonk is alive. We are not things for you to collect. Ik vind het best wel schattig. Nu ze boos is, vind ik ook nog steeds. Ja, inderdaad. We're not made for you to discard when you get bored of us. Oh shit. That's terrible, mother. You are terrible. Oh shit. Terrible? Me? How am I different from any Pokemon trainer like your little friend here? What do you do with a Pokemon that you can't use? You remove it from your party, as you please. Nou, dat is niet waar, want we hebben nog steeds Kadabra, we hebben nog steeds Glyspot, hè, weet je, zo zijn wij. Ja. Echte baasjes. Enough with this useless talk, Lily. I will never forgive you for stealing Cosmog from me. Never. Back when you were small, you would listen to everything I said without question. For a time, even you were adorable to me. But you changed. You've become ugly. What the hell? Wow, ze doen het gewoon lelijk. Oh shit, jongen. Ever since you've met this boy, Steffex, and learned to defy your own mother, Steffex, you hateful little trainer. Jezus Christus, geef ons de schuld. Oh shit, dat is echt gewoon, dat is echt bizar. Het is net alsof ze de president van Amerika is. How dare you intrude upon this world that was meant for Nigelio and me? Ik weet niet of ik het goed zeg, jongens, maar dat boeit me echt niet. It is not to be born. And with Nigelio's power, I will show you how wrong you were to come here. Oh shit, is dat Nigelio? I guess. Ik dacht dat het Ultra Beast 1 was of zo. Ik weet het ook niet meer. Ja, ik dacht dat het UB1 was, maar ik weet het niet zeker. Geen UB40. Geen UB40, jongens. Hey jongens, UB40. Alleen sommige mensen weten... Oh, zag je die Pokéball? Dat was echt Dat was een hele aparte Pokéball. Dat zal wel zo'n Ultra Beast Pokéball zijn waar ik over gehoord heb. Oh nee, ze gaat toch niet in die Pokémon zitten? I know. Oh ja. Oh ja, ze gaat... Nee, ze zijn samengesmolten. Oh jeez. What the hell, man? Pokémon wordt steeds duister. Oh mijn... The fuck? Dit is... Oh my god, dit is echt freaky. We moeten vechten tegen... Letterlijk tegen de moeder van Lily. Ze zit in die dome of zo, alsof ze dat beest bestuurt met een soort van robot of zo. Dit is freaky. Dit is wel fucking freaky, inderdaad. What okay, jongens. Hell, man. Ik ben benieuwd of we dit gaan halen. Ik heb niet opgeslagen. Wat? Dit is zo raar. Oh, wow. Ze zet Pokémon in. Dit zijn allemaal totem Pokémon, zie je? Oh, nee. Oh my god. Oké, Clefable. Fairy tegen Psychic, werkt dat? Kijk naar Fight, en dan zie je het staan. Oh ja, effective. Laat het gewoon proberen, jongens. We gaan gewoon wat doen. Oh. En we zien vanzelf wel. Ik vind het spannend nu. Het is best spannend. Oeh, dat doet echt niks. Clefable is veel te sterk natuurlijk. Er kan soms een hele goede aanval uitkomen. Ja, soms kan het ook echt een super stomme aanval zijn. Dat deed helemaal niks. Gaan we nog een keer wat doen hiermee? Of gaan we een andere... Weet je wat? We gaan gewoon door. We gaan gewoon bam, bam, bam. Ik bedoel, het enige sterke tegen Fairy is volgens mij... Decidueye. Want dat is Ghost. Ja, Ghost en Dark natuurlijk. Yes. Ja, Dark. Oh shit. Dat doet weinig damage volgens mij. Ja, dat valt wel mee. Wat zullen we doen? Zullen we switchen?
Dan, maar dan valt ze meteen je decidueye aan. Ja, dan valt ze meteen de decidueye aan. Dat vind ik altijd wel weer een nadeel als je Ja, dat is wel een risico. Dus laten we maar gewoon doorgaan met aanvallen en dan hopen we gewoon... Oh nee, allemaal totem Pokémon waar we tegen moeten vechten. Oké, ze blijft metronoom doen, dus het kan de hele tijd slechte aanvallen tegen ons gooien. Het ziet trouwens echt freaky uit, die Clefairy, met die gloed om zich heen. Ja, inderdaad. Clefairy is normaal als cute, maar dit ziet er wel een beetje duivels uit zo, jongens. Ja, ze kijkt ook duivels. Inderdaad. Oké, nog een goede hit. Dat is best wel nice. Cosmic Power, wat gaat dat doen? Oh, dat ziet er tof uit. Die is volgens mij best wel... Oké, het deed niks, maar het zag alsnog heel cool uit met die sterretjes. Ja, wat doet Future Sight nou ook alweer? Dat deed niks. Are you serious? Nee. Oh, scheisse. Oh, oké, dus nu kunnen we die aanval... Moonlight. Nou, misschien heb ik wel geluk nu, omdat ik... Dat hield. Oh shit, dat is waar ook. Nine. Oké, jongens. We gaan hier echt even over nadenken. Je had hem kunnen hebben met in plaats van geen Future Sight. Nee, we hadden hem niet neergehad hoor. We hadden hem echt niet neergehad. Oh, Moonblast. Shit, dat is ook een goeie. Oké, we zijn neer, jongens. Oké, dan wordt het Decidueye. Dat kan niet anders. Dit wordt een hele lastige battle, jongens. We hebben geen Darkness aanval, of wel? Nee, we hebben één Darkness aanval. Maar die heeft Golizapot, of niet? Ik weet niet. Kijken. Oh nee, Sucker Punch. Not very effective. Zie je nou? Dat is helemaal niet effective. Z-Power? Z-Power move. We kunnen Z-Power move doen, maar we moeten nog vier andere Pokémon. Nee, wacht. Dat gaat er niet worden. Nee, we gaan gewoon Spirit Shackle doen. We gaan gewoon kijken wat het doet, jongens. Oh, dit is zo lastig. Dit is heel lastig, inderdaad. Oké, het doet niet veel. Hij kan niet meer ontsnappen. Oké, hopelijk geen vuuraanval. Sludge Wave. Doet niet heel veel volgens mij. Dat is poison. Dan zijn we poison zeker of niet. Dat valt mee. Oh, nu komt die Future Sight aanval eindelijk. Oké. Oh, dat serieus? Dat is een beetje later bloeien, zeg maar. Oké, Leaf Blade. Stone Age, wat zullen we doen? Leaf Blade maar, denk ik, hè? Nou, ja. Weet niet. Het is allemaal effective, dus we doen niet... kijk, dat doet tenminste damage. Oké, jongens. Moonlight. Oh, nee. Hield hem weer, was te verwachten, God, we hebben een Pokémon nodig waarvan de HP echt in één keer neergaat. Ja, dat is inderdaad wat we nodig hebben. Helaas hebben we die gewoon niet, maar... What? Hoe? Oké, de Sidgwai. Waar kwam dat vandaan? Critical hit, jongens. De Sidgwai. Oh, hij heeft al eens geluisterd. De Sidgwai doet een critical hit en hij is in één keer dood. Nou, super nice. Hij is gelijk een leveltje omhoog. Ik was een beetje bang dat Clefable... heel erg veel damage ging doen, jongens. Maar Miss Magius, welke is dat? Dat is een ghost. Dat is een ghost, hè? We zitten nu ghost tegen ghost. Dus ik denk even niet kijken. Dat we daar heel veel even aan kijken. Hebben. Ja, super effective. Oh, damn. Spirit Shackle. Spirit Shackle, our favorite attack, jongens. Oh shit, Powder Jam. Dat is cool. Ja, en die doet ook best wel aardig damage. Spirit Shackle, hoppa. EML. Kom maar op, jongens. Bam. In één keer, ja hoor. Oké, dat zijn er twee. We hebben er nog drie te gaan, jongens. Drie te gaan. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Ja. Raichu's level omhoog. Dat kunnen we ook wel heel erg waarderen natuurlijk. Lilligant. Welke was dat ook weer? Gras? Nee. Gras, inderdaad. Dat is toch een nare ding. We hebben geen vuurpokémon. Spear Shackle is effective, maar niet echt super effective. Eigenlijk moeten we altijd een Fire Pokémon in ons team hebben, hè? Dat is een beetje... Oh nee, we zijn zeker nu confused. Ja. Hoor, yippie. Maar, de Decidueye heeft focus. En hij blijft gewoon weer doorgaan. Kijk, daar ben ik blij om. De Decidueye is mijn favoriet. Ja, dat is wel een beetje... Oh, het doet nog best wel veel damage. Doet best wel veel damage. We kunnen hier best wel mee wegkomen, denk ik. Oké, already confused. Laten already we hopen confused. Dat hij nu gewoon... Yes! Yes, kijk. My man. Oké, jongens. Is hij neer? Hij is in één keer neer. Oké, we moeten er nog twee. We gaan dit halen, jongens. We gaan het halen. Don't jinx it. Ik zal proberen om het niet te jinxen. Melodic. Melodic, dat is voor mij een soort dat van... Dat is dat draakbeest. Ja, dat draakenslus. Ja, dat slangenslus. Volgens mij fairy-type. Oké, super effective. Leafblade. We konden een Z-move doen. Let's do this. Oh shit, ja, maar volgens mij mist hij nu de attack. Maar we zijn confused natuurlijk. Hè? Ah, nee. De Decidueye. Oké, Z-move. Z-move, ja. Jongens, we gaan proberen om dit natuurlijk gewoon
gewoon goed te doen. Oh, spannend. Het is natuurlijk een water-Pokémon. Water geeft niet veel damage, maar het is wel Hydro Pump. Oh, yeah, baby. Ja, maar nu hoop ik dat die niet... Oké, jongens. Yes. Bam. Holy shit. Prachtig dit, prachtig. Oké. Nu hopen dat het echt in één keer veel damage doet. Sidrai, dit moet jij klaren. Je bent een baasje. Laat zien dat je een baasje bent. Bloom Doom. Het is net een grote explosie. Boom. Beam. Ik vind dat wel een beetje jammer dat die Z-moves een beetje haperen en zo, weet je wel. Dat haalt het gewoon. Dit vind ik zo cool, die explosie in de vorm van de tulp. Jongens, hij is neer. Nog maar eentje en we hebben nog 5 Pokémon over. Zullen we de Sidrai een Hyper Potion geven? Of we moeten even kijken welke Pokémon... We gaan kijken welke Pokémon inderdaad. Oh. En dan, ik hoop een Water Pokémon of iets dergelijks. Beware is normal. Laten we switchen naar Glyzepot. Ja? Gewoon omdat het kan. Okay. Weet je, Glyzepot is een sterk Pokémon. Hij heeft veel leven. Als hij voor de helft dood is, gaat hij toch automatisch weg. Want het is een mietje. Maar daardoor is hij wel goed beschermd. Ja, dat wel, maar... Oké, ik vind hem wel tof. Ik heb Beware nog niet in de game gezien, eerlijk gezegd. Ik ben zo cute. Oké, jongens, we gaan eens kijken. We hebben niet echt... Scald is best wel prima. Liquidation is ook best wel prima. Hoe kunnen we informatie eigenlijk checken? Want er staat een i'tje bij, maar ik weet nooit hoe ik die check. Kunnen we dat ergens... Ik weet het ook niet. Nou, L plus A, move info. L plus A. Oké. Deze doet 85 damage en deze doet 80. Dus we gaan met Liquidation. Daar maken we de meeste kans mee om veel damage te doen. Oh nee, Pain Split. Is dat een goeie? Oh, dat gaat ook van zich van zijn eigen leven. Oh, bij ons gaat er leven bij. Oh, serieus? Ik snap niet wat hij daar deed, maar dat is echt heel dom volgens mij. Volgens mij ging er juist leven vanaf, hoor. Nee, bij mij ging de leven bij. En bij hem ging de leven af. Dat was echt heel raar. Waarom bestaat dat? Ik weet het niet, maar nu heeft hij meer pijn, dus nu gaat er bij ons damage af, denk ik. Oh. Volgens mij gaat de... Oh ja, nu gaat hij bij ons... Ja. Dat is apart. Dat is echt een heel aparte aanval, jongens. Dus als wij hem bijna dood hebben en hij doet dat, krijgt hij ineens... Oké, het doet bijna geen damage. Scald brandt ook. Ik denk dat Glyzepot een slechte beslissing is geweest. Ja, ik denk het ook, maar we gaan toch even door. Kijk, hierdoor, hierdoor wordt hij al aardig. Waarom staat het dan dat hij wat minder damage doet dan die andere? Ik denk dat dit... ik weet het niet precies. Dit is zo'n rare... What? Hij krijgt nu HP erbij en wij krijgen nu HP eraf. Dit is zo raar. Dit is een soort van een deelaanval. Van als hij minder HP heeft, gaat er bij ons heel veel HP af. En bij hem weer HP erbij. Dit is zo... Dus het blijft wel een beetje doortrekken. Ja, maar hij gaat op een gegeven moment gaat hij dood. Dus, ja, uiteindelijk wel. Wij ook hoor, daar niet van. Maar goed, weet je, we gaan gewoon proberen om hem neer te krijgen. Oh, nu is hij burnt. Hey. Yeah. Nice. Oké, dat is goed. Hij is dood. Neer. Yeah. Kijk, dat had ik dus gehoopt, dat hij al sneller geburnt was. Maar hij is dus neer. We hebben ze allemaal neer. Goed zo, Glyzepot. Ik ben trots. Glyzepot blijft nog steeds een van mijn favorieten uit het hele game tot nu toe. Nou, zo te zien zijn er weer een paar level up. Wat gaat hij nakomen? Ik had verwacht dat we tegen haar moesten battelen. Dat dacht ik ook, maar... Gelukkig dus niet. Ik weet niet. Ja, dat zou wel raar zijn, want dan zouden we echt een trainer moeten gaan aanvallen, weet je wel. Oh mijn god, ze kijkt echt heel eng. Ze kijkt inderdaad best wel een beetje freaky. Psycho. Ze is ook psycho natuurlijk, hè. Ze is echt helemaal gek in de hoofd, jongens. Oei. Wat gaat er nu gebeuren? Gaat ze nu uit de vorm of gaat ze nu een of andere soort van... Oh shit, Solgaleo! Nice. Solgaleo of zo. Oh, dat is cool. Coole Pokémon, Leo. Yeah. Bam! Oh. Hij deed het gewoon, jongens. Hij heeft ze gewoon neer. In één klap. Ik vind die cutscenes in deze game wel echt heel tof gemaakt. De cutscenes zijn wel echt on point. Ja. Yeah. Om het zo maar te zeggen, jongens. Oh shit. Oh. Lachten, maar ook weer... Ja, ze knalt volgens mij nu uit elkaar. En ze weer terug. Ja, ik denk dat ze weer terug wordt naar de trainer en dat die Pokémon... Die bam, zie je al die lichaams delen. Dat zou wel echt heel anders zijn, jongens. Allemaal van die jellyfish dingetjes zo al op het scherm. Darmen, open lilies Oh nee. Oh mijn god. Cindy ging gelijk weer een stukje verder. Oh, kijk hoe cool die bal is. Dat is gewoon een soort van Cosmoem of Nebby. Ja, inderdaad. Bal. Is dat zo'n Ultra Beast bal, jongens? Ja, ik denk kunnen. Het wel. Laat het in de comments weten, jongens. Ziet er heel cool uit. Ja. Oh, de moeder slaapt. Oh, slaap lekker, moeder. Ze is dood. Nee, joh. Oh. Ze is gewoon aan het slapen. Ze is gewoon een beetje slapend. Oh jee, wat gaat er nu gebeuren, jongens? Zo mooi muziek. Ja. Lily.
Excuus jongens, ik verpest de muziek. Nee, maar niet. Oké, wat gaat er gebeuren? Ze kijkt eraan. Of ze lacht er ze naar uit. Ah nee, die moeder is toch niet... Die is toch niet... Ah nee. Ze zegt niet dat ze doodgaat, nee toch? When did you start becoming beautiful? Ik denk dat ze dan al heel lang bezeten was van een ultra beast of zo. Het zou zomaar kunnen dat ze ja, een soort van bestuurd is geweest door een ultra beast inderdaad. Aangezien ze nu een soort van normaal is. Ja, ze is weer een beetje normaal aan het worden inderdaad. Ja. Oh shit, die wereld wordt helemaal crazy nu. What's going on? And just when things were getting good. Ja, dat zegt hij goed. Ja, oh, die ultra beast worden nu helemaal gek natuurlijk. Die zitten nu helemaal zo van, hey, what the fuck doen jullie allemaal hier? We willen gewoon tv kijken, jullie zitten in de weg. Oké. There are so many Oké, ik ga het nu proberen voor te lezen. Nihiligo. 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 Jeetje, wat een naam, jongens. Nihil, dat is niks, hè, jongens. Oh, ik dacht dat ze dood was, inderdaad. Maar ik denk zo Galeo die... Oh, wat? Oh, ze vraagt... What? Wat doet hij allemaal? Hebben ze nou haar ontvoerd? Of nee? Nee, ze heeft ons terug, hij heeft ons teruggebracht. Oh ja. Dat is zijn moeder. Oh, oké. Gelukkig maar, jongens. Ik dacht even dat hij haar naar op te doen of meenam of zo. Oké, I was concerned, so I ascended. And what do I find but the legendary Pokémon? And a strange hole in the sky. Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Mm-hmm. However, I'm relieved to see you all unharmed. Hapu, is my mother... Punt, vraagt ik. Die slaapt. Die slaapt gewoon. You there, big fellow. Carry the lady, will you? She is weak, but I do not believe that she is seriously harmed. Oké, dus er is gelukkig niks met de moeder van Lily aan de hand. Ze is gewoon een beetje gesloopt eigenlijk. Huh? Hij is de big fellow. Oh, moet ik het doen? Oké. Nou, ze ligt lekker op het paardje te slapen. En nu krijgen we Stefax, you have done well in guiding Lily. Though she's not a trainer. Dat is zeker waar. And Lily, you too gave it your best. We will wait for you down below. When you are ready, come find us. Oké, jongens. Ik heb het idee dat we zo Solgaleo moeten gaan vangen. Ik denk dat nu komt. Ik zou het anders niet weten. Ik weet het ook niet. Solgaleo. All I ever wanted was to help you and get you back to your own home. But instead you helped me, over and over. Aww. Ja, dat is wel waar. Het is wel echt een supergoeie band. Ja. Thank you so much. Ik vind eigenlijk dat Lily Solgaleo verdient. Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk verdienen we wel die supergoeie band. Ze heeft zo veel voor hem gezorgd. Inderdaad. What is it? Oh jee. Shall I guess what it is you're trying to tell us? You want to keep on traveling together with Stefax and me. Is that it? Oh, dat zou wel lief zijn, hè? Leo. Een klein katje. Een klein katje? Nou, ik heb nog nooit zo'n grote kat gezien, volgens mij. Looks like I was right. Of course I was. After all, we've been together so long. We're family now, aren't we? Of course I can tell how you feel. Because I feel the same. We met so many people as we traveled around all of Alola's islands. Professor Kukui, Professor Burnett, Kahuna Hala and his grandson, Hau. And of course, the hero who appeared to save you when you were... Oh, when those Spearow attacked. Hey, Spearow! Nice. Dat zijn wij, hè? Dat zijn wij. Yeah. Ah, yeah. Our own Stefax. Zijn wij. We zijn met z'n allen. We hebben deze wij gameplay. Wij zijn allemaal Stefax. Ja, dat zijn we allemaal. Ik ben Stefax, jij bent Stefax. Wij zijn allemaal Stefax. Wij zijn allemaal Stefax, jongens. I don't know what the world you came from is like, but Alola is pretty great too. Of course you want to see it all. It's just like Kahuna Hala told us. You can go so many places and meet so many Pokémon and people, and they will enrich your life. Dat is zeker waar. La Leonala! Oké, dat was mijn Pokémon stem, jongens. But not with me. I'm not a trainer, Nebby. I can't take you on the adventures you want. I can give you the fierce battles you want. Nee, dat is waar. No. Ja, ze kan het wel, maar ze wilde gewoon niet. Ze wil gewoon geen trainer zijn.
Steph Hicks, I want you to face Nebby as only a trainer can. And I want you to give it a ball to call home. Dat is wel leuk, hè? Aww. Okay, I know this is what Nebby wants. It doesn't want this journey with you to end. And I want to grant it its wish. Nou, dat is wel lief van haar. Dus zij wil gewoon dat hij gaat reizen. Oké, 7 dan maar. We gaan 7, jongens. Hoe? Hi. Jongens, hebben jullie al zin in de volgende aflevering? Want dit... Ik wel. Dit gaan we bewaren voor de aflevering die hierna komt. Dus dat is volgende week. Als je dat wil zien, subscribe op ons kanaal. Geef deze video even een dikke like, want het was weer episch om te zien natuurlijk. Abonneer op ons kanaal. Druk op dat belletje, zodat jij een notificatie krijgt wanneer die aflevering online komt. En dan zie jij hoe wij Sol Galleo vangen. Ja. En we gaan het doen zonder masterball. Hashtag dus gewoon, team belletje. Ja, team belletje, jongens. Als je op het belletje klikt, notificatie, reageer. Lekker abonneren, lekker kijken, lekker genieten. Jongens, geniet ervan. Dus we zien jullie graag snel weer, jongens. Zien we het gewoon de volgende keer, jongens. Ja. Tot de volgende keer! Dag!